spinnen op uw arm mag laten lopen. Ik hoor al, de meisjes hier vooraan, Waarom, waarom wil je dit? Ja, gewoon, ik vind ze leuk. En ben jij zo'n stoere jongen? Hoe denk je dat het voelt als zo'n achtpotige, harige tarantula zo over jouw arm heen loopt? Nou, als een soort van borstel. Een borstel? Oké. Ben je een beetje ontspannen? Ja. Geen verdachte bewegingen? Nee. Oké, geen onverwachte bewegingen vooral. Want ga maar even hier zitten. Hier hebben we er al twee staan zo. Ontspan maar een beetje achterover. Want we gaan onze spinnen-expert erbij halen. Wacht, gewoon pauze. Hier is Roel Grelstra! Wat heb je bij je vandaag? Ik heb 3 vogels. 3 vogels. Laten we eens even een beetje naar voren gaan, dat het publiek ze ook goed kan zien. Ja, kijk eens even. En heeft deze vogelspin ook een naam? Nee, deze heeft nog geen naam. Oké. De spin zonder naam. De spin zonder naam, dat zou ik ook. Je hebt de wens van Jeff gehoord. Jeff wil hem graag op zijn arm laten lopen. Is dat niet heel gevaarlijk? Niet bij alles. Maar deze niet, hè? Deze is een beetje onbetrouwbaar, schijnt. Klopt, deze is ook onbetrouwbaar. Laten we gauw gaan naar het exemplaar dat wij hier op Jeff zijn arm gaan neerzetten. Is deze geworden? Ja, deze kan een Chinese vogelspin uit Chili. Een Chinese vogelspin uit Chili, oké. Ik ga een beetje naar achteren, durf je nog? Ja, ik durf nog. Hij durft nog, je mag dit wel heel spannend. Ik ga een beetje opzij, als je het erg vindt. Daar loopt hij langzaam over de roze arm. Kijk hier rond. En daar is hij. Hij doet nog een beetje. Hij zal niet bijten. En wat gebeurt er nou als hij je zou prikken? Nou, deze is, als hij zou bijten, dan is het een beetje het effect van een bij. Een mesbesteek. Oké. Ik loop even die kant op, want ik vind het een beetje te dichtbij komen allemaal. Jeff, hoe voelt het? Nou, het voelt een beetje als een soort van prikkel op een borstel. Toch wel een beetje dat borstelgevoel? Ja. Je wilt iets doen, wil je hem nog even terugzetten? Ja. Hij zit nu bijna op je maag, want dan voel je het bijna niet natuurlijk. Wat dacht je ervan? We hebben hier zo nog fijne 6 uur te gaan. Denk je van, ik ga hier lekker 6 uur zitten met die spin? Dat niet, dat wordt toch wel een beetje te spannend. Ja, ik vind je al heel dapper. Jij liever dan ik. Hij zwaait ook naar je. Dag Jeff. Jeff, jij mag dit blokje lekker blijven zitten. Ontspan, geniet ervan. Je wens is in vervulling gegaan. Wat gaat er door je heen? Ja, ik vind het wel leuk. Hij vindt het wel leuk. Ik vind het ontzettend spannend. Ik ben heel blij dat ik dit...